Deze week presenteerde Nieuw Sociaal Contract hun verkiezingsprogramma Tijd voor Herstel. 100 pagina's plannen, aantal dingen die erin staat. Als het aan de partij ligt, komen maximaal 50.000 migranten per jaar ons land binnen. Geen gratis kinderopvang. Ander paradepaardje. Bestaanszekerheid aan tafel om hierover te hebben. Van Nieuw Sociaal Contract Pieter Omtzigt en woordvoerder en rechterhand Nicolien van Vroonhoven. Welkom. Goedemiddag. Eindelijk kwam het plannen deze week. Vol met concrete voorstellen. Hoe voelt dat? Ja, ik ben natuurlijk weken belaagd door de parlementaire pers. Van waar blijft het programma? En nou is het er eindelijk. En nu het er is, denk je, ja, dat hadden we misschien niet moeten doen. Wat? Ja, wat Pieter bedoelt is, we zijn nu eigenlijk te concreet. Bedoelt u dat? Ja. Ja. Kijk, Pieter heeft altijd geroepen, we willen het over de inhoud hebben. Ja. Hè? En mensen wisten dan steeds niet wat die inhoud was. Ja. Ja, en dat was eigenlijk precies goed. Dus, u bedoelt, het was beter toen mensen wisten dat Omtzigt stond voor de inhoud, maar geen idee hadden wat de inhoud was. Correct. Maar u zegt steeds, ik wil het over de inhoud hebben. Ja, dat klopt. Laten we het over de inhoud hebben. Oké, is goed. Inhoud van jullie verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld jullie plan van het migratiesaldo. Dat zijn... ja, meneer Riansen. Ja, kijk, dat is niet de goede inhoud. Hoe bedoelt u? Nou, kijk, dat is dus precies zo'n voorbeeld. We zijn eigenlijk gedwongen een cijfer te geven. Ja. En dan moeten we dus heel specifiek gaan hebben over dat cijfer. En dat leidt enorm af. Van wat? Van de inhoud. Laat me dat goed begrijpen. Er wordt door concrete plannen in uw eigen verkiezingsprogramma afgeleid van de inhoud. Bedoelt u dat? Ja. Nou, en Pieter bedoelt ook de kiezer. Ja. De kiezer? Ja. Wordt door concrete plannen in jullie verkiezingsprogramma afgeleid? Ja, ja, het is hoe concreter de plannen, hoe meer de kiezer kan gaan twijfelen. Maar ik begrijp hier niks van. Mensen vinden het toch fijn om te weten precies waar ze aan toe zijn? Nee, kijk, ik zal even een voorbeeld geven. Heel meneer graag. Janssen, ja. Kijk, het is net als bij een nieuwe relatie. Hè? Dan ken je nog niet alles van die persoon. Ja. En ja, die dingen die je niet weet, die vul je eigenlijk zelf in. Ja, dat is een feit. Verliefdheid bestaat voor een groot deel uit je eigen invulling van hoe je denkt dat diegene is. En niet hoe diegene echt is. Precies, en dan na die eerste periode hè, van verliefdheid, dan ga je misschien wel samenwonen. En nou ja, dan kom je er ineens achter dat diegene helemaal niet mysterieus is, maar gewoon niks te melden heeft. Ja, ja, ja. 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 Of. Precies, het wordt herkend. Nou, en of. Wat ook kan, hè, of dat hij thuis altijd één gekrulde schaamhaar achterlaat op de wc-bril. Hè? En dan precies één ook elke dag, dat je denkt, ja... Hoe kan het, hè? Hoe kan het? Ja. Maar ja, dat. Gaat dit nog steeds over Pieter Omtzigt? Ja, precies één schaamhaar. Okay. Precies één, ja. Nou ja, en die ene haar, ja, die accepteer je dan waarschijnlijk. Want ja, tegen die tijd, ja, dan woon je al samen, snap je? Ik denk het. Kijk, maar als hij van tevoren op zijn datingprofiel had gezet... ik laat altijd één schaamhaar achter op de wc-bril... ja, dan was je misschien niet eens met die persoon samen gaan wonen, toch? Nou ja, dat hangt er vanaf of... Hé, hey, ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, nou, Pieter Omtzigt, die is iemand waarvan je weet... ja, hij heeft inhoud, maar je moet gewoon niet precies willen weten wat. Is dat zo? Ja, als u het zo concreet wil maken... Ja, heel graag. Ja, dan klopt dat wel. Ja, meneer Omtzigt, mevrouw Vroonhoven. Dank u wel. NPO Radio 2.